zit mijn haar een beetje goed. Ja man, en voor mij ook? Ja. Shane, wat is je favoriete trucje dan? Nou, deze vind ik wel een leuke. Shane, kan je vangen? Ja. Hoi Shane, hoe is het nou om profvoetballer te zijn bij FC Barcelona? Het is natuurlijk een eer, zo'n grote club. En ik blijf elke dag hard werken om dat te kunnen blijven. Nou, je leeft gewoon echt een droom wat heel veel jongens en meisjes in Nederland ook willen. Kriebelt dat niet een beetje? Nee, niet echt. Want ja, ik weet niet waarom eigenlijk, maar bij mij kriebelt dat niet. Voor jou is het gewoon normaal? Een soort van. Maar het is wel, het blijft wel een eer. Hoi Shane, wij zijn Simon Fountain en wel een vraag. Wat is je droomclub naast Barcelona? Nou, Barça is natuurlijk wel nummer 1, altijd. Maar ze vragen naast Barça? Naast Barça. Ik vind Paris een heel mooie club. Manchester City, Manchester United, ook hele mooie clubs. Je noemt al verschillende landen. Jij bent zelf ook al best wel in veel landen geweest. Je ging van Nederland naar Barcelona, naar Parijs, terug naar Barcelona. Hoe is het om zoveel te verhuizen? Op het begin was het natuurlijk wel even wennen. Van de cultuur, de taal en zo. Ik spreek Spaans, Catalaans, Engels en Nederlands. Ik spreek een heel klein beetje Spaans, dus ik heb deze extra voorbereid. ¿Por qué estás ahora en Holanda? Zal ik in Spaans praten? Nee, doe maar Nederlands. In Nederlands is goed. Ik ben voor de Nederlands elftal op groepen, onder 16. En ik ben er super blij mee en heel dankbaar. Ajax of Feyenoord? Nederlands eten, Spaans eten. Wat is je favoriete Spaans gerecht dan? Ik denk paella. Dat is wel een van de beste. Messi of Ronaldo? Zingen of dansen? Ik weet niet precies welk liedje, maar ik zing wel rap gewoon. Koken of voetballen? Vandaag gaan we pan con tomate maken. Dat is een Spaans recept. Wat heb je nodig? Brood, olijfolie, zout en peper. Shane, wij houden heel erg veel van eten. Dus onze vraag aan jou is, hoe kom je op het idee om een eigen kookboek te maken? Oh, leuk. Ja, toen ik heel klein was, dus rond 8, 9, 10, vond ik het heel leuk om te koken. En toen ben ik blijven koken, blijven oefenen. Ik vond het wel interessant om het met andere mensen te delen. Over ja, mijn recepten en hoe ik erin stond om recepten te maken. Met wie kook jij het liefst? Ik denk mijn vader. Ik heb het van hem geleerd, dus ik denk dat ik het liefste naast hem kook. En wat maken jullie dan samen? Na de wedstrijd koken we vaak pasta's, want dat vult je wel. Ze zijn heel lekker. Want jullie hebben best wel een bekende familie. Jouw vader, Patrick Kluivert. Je broer Justin. Hier is het debuut van Justin Kluivert. Hoe is dat voor jou? Ik denk dat het wel goed is dat ik de jongste ben, zeg maar. Want daar kan ik heel veel van leren. Het is natuurlijk wel de grote baas, mijn vader, in de familie. Maar als ik iets kan verbeteren, dat hij mij dan even apart neemt en aan het praten. Dat is goed. Ik vind het heel goed dat hij dat doet. Wie is de beste? Tot nu toe mijn vader. Mijn vader is wel nummer 1, denk ik. Kan jij beter worden? Ik hoop het wel. Shane, we eindigen even met een potje voetbal. Is goed. Pan en knock-out. Oké. Okay. Elkaar een poortje geven. Wie een panna krijgt, die krijgt Billy. En ik heb voor jou nog één vraag hier voor op het voetbalveld. Hey Shane, wat is je doel dit jaar of nog de rest van je leven om te bereiken? Mijn grote doel is om het WK te winnen met het Nederlands elftal. En ik vind de Champions League natuurlijk heel mooi met Barça. Dus ja. Daar blijven we hard voor werken. Kijk hem blij zijn ook. Kijk hem blij zijn. Dat was goed. Ja, Billy. Billy. Klaar voor? Nee.